Ik heb net Knolpower merch gekocht. Voel me ook helemaal niet goed in deze eerste editie Knolpower. Dit zit gewoon niet goed. Had ik mijn andere merch om... Oh, ik heb merch! Ik heb gewoon mijn eigen merch, man. Die zit veel beter. Fucking nice print on the back. En niet alleen dat, het dropt ook gewoon morgen om 6 uur op mijn website. Voor het prijsje van 35 euro kan je deze baggy fit long sleeve kopen voor jezelf. Of kunnen je ouders die kopen voor jou? I don't really care. Koop deze gewoon aan je eigen maat, ze zitten fucking goed. Wat ga je anders doen met die 35 euro? Huh? 3.5 kopen? Hell no, you buying some merch. Zo support je mij en mijn kanaal in deze moeilijke tijden, want Jezus, pretty sad. Welkom bij het fucking YouTube nieuws. De nieuwe show op YouTube. Het YouTube nieuws. Welkom. PayPal, bankcontact, Ideal, creditcard, alles. Deze week gewoon weer fucking veel nieuws. Deze keer zien we een oude bekende terug. Armo was right. Wrong. Ik heb geen idee waar hij uithangt, wat hij aan het doen is. Hij had de story online gezet op zijn Instagram en die heeft gewoon de volle minuut online gestaan. I need someone to be totally violated until he can't bleed no more. In Almere, Nederland. Who's gonna help me? I pay you 1000 euros. Hit DM. Daarna had hij ook nog gepost. Some things come with a price. This guy been messing my life up all my life. And now I'm gonna make you pay, you son of a bitch. Voel jij je geroepen om... Wrong. Te helpen? Yo, wacht niet langer. Dus oké, even snel 1000 euro cash. Ik zou graag weten over wie dat dit gaat. Is dat al mijn geld in op King Alert? Over King Alert gesproken. Ik denk dat King Alert in een zware psychose zit. Toch zeker in een midlife crisis. Nadat hij de vorige keer reclame had gemaakt voor een hentai app. Een beetje mazzel hebt, stuurt je ook nog eens leuke, grappige en soms een beetje sexy foto's. Maakt hij nu in derde persoon reclame voor zichzelf? Ik ben met de king. Ook wel hard, maar deze intro, man, kan niet liegen. We beginnen meteen met breaking news, want na Ninja is er nog een grote streamer vanuit Nederland overgestapt naar Mixer. Je ziet het hier, de King 77 al, let wel op, 18 plus streams. Breaking news! Grote streamer! Ik weet niet waar Mrs. Mam, zoek hulp! Op de site van Enzo Knol kan je nu een zilveren knolmunt kopen voor een spotprijsje van 75 euro. Ik weet waar ik mijn geld liever al zo besteed. Deze merch, yes! AceInThePearl.com is de sticker die je erbij krijgt. Plak die op je brooddoos of op je roldoosje. Pretty nice! Volgende nieuws! Nog 2 dagen en het is 20 september. Wat dus betekent binnen 2 dagen houden we iedereen naar Area 51. Het hele plan is klaar. Als je nog niet weet wat het plan is om binnen en buiten te komen en één alien mee te nemen daar. Hoop dat we mijn fucking merch op acethepearl.com morgen om 6 uur. Voor we naar daar gaan, smoken we nog gewoon één dikke. Dan lopen we allemaal. We gaan waarschijnlijk een paar nijven verliezen. Nog 2 dagen, man. Bereid je voor. De memes zijn ook nog steeds goed. People are already getting arrested for trying to storm Area 51. So it fucking begins. Waarom zijn deze twee guys opgepakt? Omdat ze gaan een AC-merch op. Shout out naar Zuivel Duivel voor de goede memes, man. Die is toen hij de politie. Die wagen zag aankomen. What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Daar kan je dus allemaal voorkomen. Door mijn fucking man. Die op borgtocht vrijgelaten is. En hij een nieuwe identiteit gaat beginnen ergens in Zuid-Amerika. Hello everybody, welcome to the first video on this channel. Hello everybody, welcome to... Besef, toen hij het Engelse kanaal is begonnen, toen waren wij nog de YouTube squad, snap je? Het waren we allemaal aan het plannen om een Engels kanaal te maken. Stupid, it's a piece of shit. Give me a thumbs up, I'll see you guys. Shut the fuck up. Oh mijn merch. Over de Ties Hovert situatie. Maar hey, we hebben gewoon views nodig, man. Zijn inderdaad vrijgelaten of weer toch half. Ik weet niet precies wanneer ze terug mogen komen, maar het is allemaal in orde. Uiteindelijk hebben ze elk 500 euro moeten betalen om uit de gevangenis te mogen. En toen hebben ze nog eens 4500 euro daarop moeten betalen. Dat is kut. Maar hey, YouTubers, man. Campagnes. Ark Pirates. Heb je zo terug. Eén campagne, je hebt die money gelijk terug. Dus is het kut? Nee, man. Was het het waard? Eén week lang bijna 3000 abonnees per dag krijgen. Dat is fucking nice. Hij heeft zijn channel gerevived. Hij is van min 2, min 11 naar 3000 per dag gehad. Dat ik alleen maar aanmoedigen. Well done. Grappige is, YouTube channel van de Telegraaf. Hebben ze een hele video gemaakt. Waarin er een live interview zit van Tisa Govert. Die was any trouble. It is all gone a little bit out of hand. Yes, pretty nice. Hij is duidelijk al verder aan het trainen voor zijn Engelse kanaal. In deze video zien we niet enkel Ties Agover. We zien ook deze grote Amerikaanse guy. De manager van Ties, Thomas Scherpenzeel. Deze guy zag toch wel iets waarvan ik dacht van, what the fuck? Waarom zou de manager van Ties liegen? Uiteindelijk, wat ik al zei, ze zijn op reis gegaan. En uiteindelijk hebben zij daar besloten om naar het gebied te gaan. Dit is gewoon niet waar. Oké, ik weet niet welke positie dat ik ben om dit te zeggen. Maar wat hij hier zegt is gewoon niet waar. Hij zegt hier gewoon dat ze naar Amerika zijn gegaan. En dat ze toen daar hebben beslist om naar het gebied te gaan. Anders krijgen ze natuurlijk veel zwaardere straffen. Moesten ze in de rechtszaak gezegd hebben van ja, jullie zijn maar voorbedacht en raden. Naar Amerika gekomen om Area 51 te bestormen. En om hier een beetje regels te overtreden. Dan zaten ze nu 100% 6 maanden vast in Amerika. Maar ze hebben hun er blijkbaar uit kunnen lullen. Goed voor hen, ik ben blij dat ze 6 maanden vastzitten. Want dit is wel gewoon bullshit.
Govert, shut the fuck up! Je weet niet waarover je aan het praten bent, je kent het niet. Govert zag het letterlijk in een video die je van upload hoorde dat hij naar Amerika is gegaan. Area 51 editor, dat ga ik ook in Amerika doen, dat is een militaire basis. Nee, hij is gewoon naar Amerika gegaan en daar hebben ze beslist van hey. Area 51, misschien wel een van de meest geheime en beveiligde plekken op aarde. Ja, ik denk dat je wel bewijs hebt dat een van de best beveiligde plekken op aarde is. Bro, jullie hebben fucking wel geluk, anders komt wel eens pittig worden in de douches. Jezus. Het enige waarmee ik echt enorm is het, is why the fuck hebben jullie nog geen muts? Waar is Tuur? Waarom horen we niks over Tuur? Is Tuur al free? Zit Tuur opgesloten bij je alien? Niemand weet het. Oh, oh, krijg even binnen dat hij nog steeds aan het dansen is. We willen gewoon weten of Tuur free is. Waar is Tuur? Free, free, free. Scam in mijn e-mail. Een nieuwe segment op mijn YouTube-channel. Ik denk dat die wel goed was. Ik leer jullie veilig omgaan met scam. Ik had een mail gekregen van Barrister Zuma. Deze mail noemde hi. Ziet er onschuldig uit, ik weet het, maar dat is het niet. Dear friend, thanks for your quick mail response. How are you today with family and work? Hope good. My proposal came to you because my late client, Angre Anthony Victor Nathan. Er is zeker niet. Who died with his supposed next of kin. Ik weet niet wat dit allemaal betekent, maar het komt er eens op neer. That the bank will release the disdiesel total balance of 10.3 miljoen. Holy shit. Dus ik reageerde. Hello, yes, I'm fine. Kids are also fine. It is possible that Angre Anthony Victor Nathan is my cousin. I know him good. Please send this money now. En dan moest ik zo dit even vullen. Current city, Tilted Towers. Private mobile, no phone. Married. Tell stages, I have very pretty wife. Full name, Jean-Pierre Nathan van der Hees. Occupation, broke-ass YouTuber. Nationality, Blankenberg. Sex, ja graag. Now you have all my information, please send the money. Dan hebben ze al hun fucking informatie gestuurd. Full name, Hamson Doji Zuma. This guy komt uit Kara Republiek du Togo. Staat dit zelf echt? Let's find out. Kan hier niet eens street view gebruiken. Maar het is wel een foto. Holy shit. Het is een kasteel. Pretty nice. Dan heb ik al gestuurd. Just send me the fucking money. I need it right now. Dan hebben ze al gestuurd dat ik moest mailen naar araffinancer@cashforyou.com. Het is wel cool dat ze zo moeite hebben gedaan om zo hier Nathan in te vullen. Het moest van der gunst zijn. Het is jammer. Shoutout naar Barrister Zuma. Kijk, als jij die 10.3 mil wil, mail deze guy. Morgen merch, 6 uur in de avond, niet vergeten. Deze video te beëindigen, ga ik gewoon weer een pakje Pokémon kaart open doen. Man. Misschien ben ik weer lucky, who the fuck knows. Let's game, bye bye. Can we have a chat? Charmeleon. Mystic Determination. Scythe. Caterpie. Paras. Charmander. Slowpoke. Psyduck. Oeh, shiny Ralts. En kunnen we, er zit nog een kaart achter. Als we hier dubbels kunnen trekken dan. Oh, holy shit. Dit was wel een pakje, man. Oeh. Oh, yo. Ik had deze al. Nu heb ik deze ook. What the fuck, really nice. Dit is ook wel gek, hoor. Shiny Ralts. Spreid niet morgen, merch. Vertel dat je mij, pa. Stel een creditcard. Niet.